verliefd naar mijn kont, zal ik kontremmen. Van alles wat vast in de stofzuiger. Zit op binnen en zegt dat mijn kont vuil is. En ze vraagt, wanneer gaat het omkuisselen? Deze beelden zijn intussen weer van 6 jaar geleden, toen de Gentse rappers van Uberdope Doc op Stelten zetten. 10 jaar lang was Doc een van de culturele hotspots in Gent. Maar Doc was altijd een tijdelijke invulling op een plek die binnenkort plaats moet ruimen voor de uitbreiding van de woonprojecten aan de nieuwe dokken. Doc als tijdelijke invulling was al gestopt in 2019. We hebben toen een groot feest gegeven voor ons en voor de medewerkers. En we hebben daarna nog concerten blijven geven op deze plek, omdat de plek er nog altijd was. Omdat we tijdens corona ook nood hadden aan een openluchtplek. En omdat we Doc goed kennen, ze hebben daar gebleven nog 2 jaar. Maar alleen voor een concertwerking. En die neemt nu ook het einde. Dus we hebben dit weekend onze laatste 2 concerten op deze geweldige plek. En zo komt er na dit weekend voor concertorganisator Erik Smout van Democrazy een definitief einde aan een bijzonder tijdperk hier. Ik denk dat heel de stad Gent daar Doc geweest is. Die 8 jaar dat we hier deze plek hebben gedaan, voor van alles, voor de rommelmarkt, voor concerten, om gewoon rond te hangen, op het strand te gaan liggen, dingen te doen, die activiteiten mee te volgen enzovoort. Ik denk dat die 8 jaar heel actief geweest zijn, dus we gaan dat als concertplek ook zeker en vast missen. Maar intussen kijken ze hier al uit naar andere plekken in Gent. Zoals de Theresias zitten, een heel mooie plek in het centrum van de stad, nabij de Coupure. Een oud klooster met 2 mooie binnentuinen, waar wij nu samen met Theresia, de jongens van Monterrey, en met Vooruit van het Democratie concerten gaan geven. Dat start in augustus al. We gaan er een aantal jaar kunnen werken, hoop ik. Hè. We gaan zien hoe het loopt. En dan is er ook de Arsenaal zitten, de geweldige grote plek in Gentbrugge. Het voormalige NMBS-terrein, waar er enorm grote hallen staan en heel veel openluchtterrein is. Waar met een aantal cultuurspelers vanuit het Gentse Kunstenoverleg vanaf 2022 dingen kunnen gaan organiseren. Niet alleen concerten, maar ook allerlei andere culturele activiteiten. Morgen en overmorgen wordt hier dus nog voor een laatste keer gefeest. Zo is er zondagavond een concertavond met onder andere Ikraan en is er morgenavond Proeftuin. Een festival waar je van nieuwe, experimentele, elektronische muziek kan proeven. En dat is symbolisch. Doc is altijd een experimentele plek geweest hè, voor nieuwe initiatieven, voor jonge kunstenaars, voor organisatoren die het zouden uitproberen, voor een publiek dat wou proeven, hè, vandaag Proeftuin. Ik denk dat dat echt wel de beste plek is voor dit concept.